Maar heeft de heer De Groot cijfers of een rapport of zo van hoeveel dit dan, hoeveel daarvan dan verduurzaming was en echt verbetering en hoeveel gewoon gebruik en schade en... Heel groot. Voorzitter, het gaat in mijn oproep gaat vooral over laminaat, behang, whatever wat een verhuurder waar die in geïnvesteerd heeft, misschien in een lange tijd of een korte tijd voor het huis zelf, dat hij gewoon verplicht wordt om dat eruit te trekken. In een container te gooien die op straat staat te wachten. Terwijl dat de nieuwe huurder dat misschien wel zou willen overnemen. Vaak is die nieuwe huurder niet bekend. Dus mijn voorstel zou zijn om gewoon te wachten totdat er een nieuwe huurder is. En dan te vragen, goh, wil je het overnemen? Wil je het wel hebben? Wil je het niet hebben? Dat voorkomt een hoop werk. Dat voorkomt een hoop verspilling. En is eigenlijk een hele makkelijke ingreep eigenlijk. Nu vragen. Ja, voorzitter, dit is echt totaal wereldvreemd. Dit komt natuurlijk bij de corporaties wel voor, hè? Dat ben ik mee eens. Want dat is een soort ambtelijke insteek en er komt gewoon een ambtenaar langs en die zegt gewoon alles moet in de oude staat. Maar denkt u echt dat er een particuliere verhuurder is die als bijvoorbeeld de huurder, weet ik wel, de gevel heeft geïsoleerd of een hoogrendement cv-ketel heeft opgehangen of een mooi laminaat heeft neergelegd en de plintjes netjes heeft, dat die zegt van nou dat moet er allemaal uit want we willen gewoon weer op nul beginnen? Er is geen particuliere huurder, verhuurder die zo stupide is om kapitaal te vernietigen. Dat het onderdeel van het maken van rendement is juist dat. En als er inderdaad nog een bank staat die goed... Natuurlijk gaat hij naar de volgende weer. Dus mag ik dan inderdaad concluderen dat dit alleen maar gaat over corporaties? Meneer De Groot. Voorzitter, nou, we zijn het ook eens. Maar ik heb de vraag gesteld omdat ik het heb gezien in gevallen waar het corporaties betreffen. Maar ik zou, als de minister daarnaar gaat kijken, zou ik ook gewoon... Ik ga ervan uit dat het niet plaatsvindt, zeker niet met installaties. Want het zou wel gek zijn als je installaties eruit schroeft en op straat zet. Wie doet dat, hè? Dus dat zou ik zeker niet doen. Maar ik heb de vraag gesteld over corporaties en daar ook breder in te kijken. Dus ik denk dat wij het in grote getale eens zijn over het beeld wat we daarover hebben. Maar laten we ook vaststellen dat het gewoon voorkomt in het land... dat het gebeurt. Ik heb daar meerdere voorbeelden van gezien de laatste tijd... waarin ook de partij, de huurder die uit de huurwoning ging, echt versteld stond van het feit dat hij maar gewoon gesommeerd werd om de laminaat uit de woning te trekken, in de kliko te gooien, terwijl hij niet eens contact gehad had met de volgende verhuurder. Meneer Van Hagen. Ja, het wordt eigenlijk steeds grappiger, maar goed, er zullen vast wel voorbeelden zijn bij corporaties. Maar mijn ervaring is, en dat kan ik ook niet staven met een rapport trouwens, maar mijn ervaring is wel dat 99% van de keren dat iemand uit een woning gaat, na dat intensief bewoond te hebben, dat het gewoon vaak zo is dat de muren weer geschilderd moeten worden, dat het laminaat volledig afgetrapt is en dat, dat de woning die dan in nieuw staat werd opgeleverd, geschilderd, mooie vloer erin, alles erop en eraan, dat die inderdaad afgetrapt is. En dan is het toch een beetje bezijden de waarheid. Of in ieder geval, het geeft een valse voorstelling van zaken alsof dit echt een groot probleem is. Nee, als je iets huurt in nieuw staat en je gaat na 10 jaar eruit, dan moet je gewoon weer in de oude staat opleveren. En als er inderdaad iets is dat je hebt gedaan dat echt goed is, natuurlijk blijft dat in de woning. Maar dit is echt helemaal geen probleem. Dus ik verbaas me een beetje over, want ik ken de heer De Groot toch wat langer dan vandaag. En die komt ook volgens mij uit de bouw, of in ieder geval een vastgoedachtergrond. Dat dit nou het punt is dat de VVD gaat opbrengen nadat ze, en dat heb ik ook al eerder gezegd, hebben gepleit voor een huurbevriezing. Korte reactie, de heer De Groot. Nee, ik heb wel inderdaad ervaring in de bouw. Laten we het daarbij houden. Maar het is gewoon heel reëel dat dit in een aantal gevallen de laatste maanden naar mij toegekomen is. Dat gewoon staande praktijk is. Dat verhuurders, in dit geval vaak ook corporaties, omdat er nog geen nieuwe huurder bekend is, gewoon eisen om die woning in de oude staat, dus helemaal vrij op te leveren. Dat is gewoon zonde. En mijn enige vraag aan de minister is, wil die daar naar kijken? En meer is het niet. En nu haalt de hele wereld erbij. Nou, voor mij is dat niet nodig, voorzitter. Volgt u betoog. Dan als laatste van vandaag nog wat over vakantieparken. Want ik ben daar al een tijd mee bezig. En eigenlijk is het een teleurstellende inventarisatie op de motie uit september vorig jaar. Dat er slechts 60 parken naar boven zijn gekomen die mogelijk getransformeerd zouden kunnen worden naar woningen. Dat terwijl er naar schatting zo'n beetje 55.000 mensen op parken verblijven. Het is logisch dat dit de uitslag is.
als je de vraag stelt aan provincies en gemeenten. Daar is de juiste crux. Want in hun plannen komt die transformatie, die optie daarvoor, natuurlijk heel vaak niet voor. Ze willen vasthouden aan de bestemming. En daarom zou ik graag toe willen naar een werkwijze waar eigenaren en parken zichzelf kunnen melden. Daarmee is het nog geen feit. Maar ze kunnen tenminste zichzelf melden. En dat we dan aankoersen op een aanpak van toestaan waar het kan en handhaven waar het moet. Want al doordat ik zelf die vraag gesteld heb, heb ik de afgelopen weken minimaal 5000 recreatiewoningen naar me toegeschoven gekregen die in potentie geschikt zijn voor transformatie. Nou, dit kan natuurlijk enorme verlichting bieden op de krappe woningmarkt en ik heb daarom nog twee vragen aan de minister. De minister blijft wijzen naar de mogelijkheid binnen de omgevingswet. Maar wat gaat daar veranderen aan de controverse tussen wensdenken van gemeente en eigenaren? En twee, waarom stapt de minister met zo'n woningnood in het achterhoofd hier niet uit? En geeft de eigenaren meer een regierol ten aanzien van het verzoek tot transformatie? Voorzitter, we moeten alle zuilen bijzetten. Alle potentiële ruimte benutten. Om te zorgen voor een fijn en betaalbaar dak boven het hoofd voor iedereen die dat nu niet heeft. Tot zover.